praten met Roeland Dietvorst, wetenschapper op het gebied van neuropsychologie in verband ook met social, hè? Ja, dat klopt. Ja, ook social ook al. Het is toevallig een onderwerp wat me heel erg boeit. Is social wel social, is de vraag. Ja, je ziet soms, ik zag laatst zo'n shot van een treinstation. Iedereen zit dan op zijn mobiel te kijken en er was één iemand die keek de lucht in. En dan hoorde ik iemand die keek naar die foto en zegt zo, heeft die kerel geen vrienden of zo. Terwijl ik denk van iemand van een hele andere generatie, ik denk misschien dat is de enige die een beetje sociaal op het station om zich heen zat om een praatje te maken. Iedereen zit geobsedeerd in zijn telefoon. Maar iedereen zit natuurlijk de updates van al zijn vrienden te checken. Dus je kunt je afvragen, is het sociaal of niet? En wat ik daar naartoe ga is, er zijn dus onderzoeken geweest, die hebben gekeken naar de grootte van je netwerk op Facebook. Dus hoe groter dat netwerk is. Hoe meer vrienden je hebt. Hoe meer vrienden je hebt, vrienden ja. Hoe dichter de dichtheid van cellen is in gebieden in het brein die sociale intelligentie ondersteunen. Dus is voor mij een van de clues dat social toch wel social is. Wat doet dat in het normale leven, dat stukje van de hersenen? Dat is een van de stukjes die ik heb onderzocht bijvoorbeeld bij het succes van verkopers. Dus wij hebben een grote groep verkopers in een hersenscan gelegd. Daar hebben we een aantal sociale stimuli voor gelegd. En daarbij kun je zien dat die topverkopers inderdaad die hersendelen waar ik het net over heb. Die mannen met de lekkere babbel. Juist, die hebben ze beter. Of bedoel je ook EQ? Het is ook wel EQ, het is een soort politieke intelligentie. Dus die mensen zijn heel fijn gevoelig voor wat er bij andere mensen speelt. Die vinden het ook leuk om zichzelf in andere mensen te verplaatsen. Dus ze hebben gewoon meer interesse op sociaal vlak. En dat zijn dus ook de mensen die een groot netwerk hebben op Facebook. En Facebook doet ook testen, zei je? Wat doen ze? Nou, er is één extreme studie die Facebook gedaan heeft. Die hebben een hoop stof doen opwaaien. Ze hebben bij 700.000 gebruikers, zonder ze eerst te waarschuwen, de nieuwsfeed aangepast. En 350.000 kregen alleen maar positieve berichten. En de andere 350.000 alleen maar negatieve berichten. En je hoort natuurlijk vaak de vraag van, ja, als ik nou al die succesverhalen van mensen lees op Facebook, worden mensen daar dan depressief van? Of gaan ze zelf ook leuke dingen posten? En dat hebben ze daar eens onderzocht. En ja, helemaal in lijn met de theorie zoals spiegelneuronen en emoties zijn heel besmettelijk. Zij bevestigen dus inderdaad, als jij positieve dingen leest, ga je zelf ook meer positieve dingen posten. En ook denken of alleen posten? Alleen denken of ik denk ook denken. Dus je besmet elkaar met positiviteit. Evengoed is dat je elkaar kunt besmetten met negativiteit in zo'n lijn. Dus dat we altijd alleen maar leuke dingen op Facebook zetten, dat is eigenlijk gewoon hartstikke goed. Dat is goed. En het is dus een mythe dat als je positieve dingen post, dat mensen daar dus depressief van zouden worden. Jij weet al heel veel hierover. Wat heeft jij nou de laatste tijd heel erg verbaasd? Een onderzoeksresultaat wat je echt verbaasd hebt? Wat me verbaasd heeft is, niet verbaasd, maar die sloeg de spijker op zijn kop. Dat is een onderzoek, daarbij werden mensen in 2 dagen, was dat. De eerste dag werden zij geïnterviewd op video. De tweede dag moesten zij plaatsnemen in een hersenscanner. En tijdens dat hersenscanner konden zij spelletjes doen om geld te winnen. Als zij geld wonnen, dan ligt er een gebied in de hersenen op nucleus accumbens, genotcentrum. Maar als zij een compliment kregen over hun persoonlijkheid, ze werden eerder die dag geïnterviewd, dan ligt hun nucleus accumbens nog meer op. En het grappige is, die personen die in nucleus accumbens heel erg reageerden op een positief compliment voor hun persoonlijkheid, dat waren ook die mensen die heel veel tijd besteden op social media. Dus dat is misschien toch wel iets dat... Dat is apart. Als je veel tijd op social media zit, betekent dat ook wel dat je ergens een beetje gevoelig bent voor hoe mensen over jou denken. En dat jouw hersenen heel erg reageren als iemand iets lijkt wat jij doet. Maar wat vertelt jou dat dan? Dat hangt een beetje ook wel naar de verslaving toe natuurlijk. Je kunt jezelf afvragen, ik ben er zelf schuldig aan. Als ik in de auto zit en dan hoor ik weer zo'n pling. En dat ik dan, dat is levensgevaarlijk. En dan ga ik toch, moet ik heel dwangmatig kijken wat er op mijn telefoon staat. Nou, ik ben nu een hamburger aan het eten bij die tent. Ja, totaal niet boeiend. Ondertussen heb ik mijn leven geriskeerd nu ik op de snelweg aan het rijden ben. Maar dat vertelt het. Dat is de drijvende kracht achter waarom mensen zich op social media begeven. En dat oeroud onderdeeltje in het brein. De nucleus accumbens is al honderden miljoenen jaren oud. Je hebt ratten en kikkers zelfs. Maar zelfs in die moderne mens is dat dus nog een belangrijke drijver achter ons gedrag. En dus ook social media gedrag. En zo ook social media dwangmatig gedrag. En wat doe je met al die resultaten? Of wat kunnen wij met al die resultaten? Ja, dat is natuurlijk een interessante vraag. Wat zijn nou precies de praktische implicaties van dit type inzichten? Ik ben sowieso niet iemand van lijstjes, de 5 praktische tips deze week om je social media business. Ik word een beetje allergisch van dat soort titels ook. Ik hou het liever in de abstractie en de theorie. En het gaat erom dat als jij op social media dingen van elkaar wil krijgen, dan moet je ook een realistisch beeld hebben van waarom
mensen op social media bevinden. Je moet een realistisch beeld hebben van wat hen drijft op social media. En je moet ook begrijpen hoe je hersenen sociaal reageren op bepaalde prikkels. En ik ga natuurlijk zo meteen een verhaal houden en ja, dan ga ik dit soort dingen uiteenzetten. Dus jij zegt vooral van als je het goed begrijpt, dan kan je gewoon je vak beter uitoefenen. En jij helpt vooral dat begrijpen. Het maakt mij geen fluit uit of jij docent bent, een advocaat, een minister. Of dat jij je bedrijf moet opbouwen op social media. Als jij begrijpt hoe de hersenen werken, hoe perciperen die waarden, ja, dan kan je daar natuurlijk stappen mee maken. Wat is jouw laatste tip als ik hersenen wil begrijpen? Wat moet ik dan doen? Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. Daar zou ik even mee gaan beginnen dan. Googlen, boeken kopen? Boek kopen, ja. Leuk, dankjewel. Ja, alsjeblieft.